de Dukenburgse wijk Malfort is vandaag een nieuwe speeltuin geopend. Een ongebruikt voetbalveldje bij de Montessori-school leidde tot klachten en zo ontstond het plan voor een speelplaats. In samenwerking met Jongerenwerk Dukenburg en de gemeente is het project uiteindelijk gerealiseerd. Een bijzondere rol was weggelegd voor de kinderen als architecten van het project. De rol van de Montessori-school is in die zin geweest dat wij vonden dat dit terrein eigenlijk onvoldoende goed benut kon worden voor spelende kinderen. Dus voor ons was heel erg de wens om te kijken van hoe kunnen we het terrein aantrekkelijker maken. En toevallig was diezelfde vraag ook bij de buurtbewoners van de Malfort terechtgekomen bij stadsdeel Jongerenwerk. En samen hebben we het initiatief opgepakt om te kijken hoe we dit terrein heel goed in konden richten. De gemeente Nijmegen vindt het heel belangrijk dat kinderen in alle wijken lekker kunnen spelen. En we hebben in Dukenburg heel veel speelplekken voor de kinderen. En wat hier zo bijzonder is aan deze plek in Malfort, is dat de speelplek naast de school ligt. En dat betekent dat je eigenlijk een win-win situatie creëert, omdat de school overdag de speeltuin kan gebruiken en de rest van de kinderen in de wijk kan de speeltuin 's avonds gebruiken. En dat vinden we als gemeente heel belangrijk. Nou, wat zo bijzonder is aan dit project is dat we de kinderen van school zelf hebben laten meetekenen aan de speeltuin. Dus als gemeente gooien we niet zomaar een willekeurig speeltuintje de wijk in, maar we kijken wat de kinderen belangrijk vinden, wat ze nodig hebben. En we laten ze zelf daarmee ook verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen speeltuintje. Deze speelplek in de Malfort kwam omhoog als aandachtsgebied, omdat we in het verleden hier graag ook voor de oudere jongeren wat speelgelegenheid wilden neerzetten. Toen zijn we met de buurt en met de kinderen en de school gaan kijken naar wat er nodig was. En toen bleek deze plek opeens wel heel erg geschikt voor een speeltuin. Eigenlijk voor de jongere jeugd en niet voor de oudere jeugd. Ja,